Ja, ik ben heel erg blij om weer in Europa te zijn, hier in Aarhus. Altijd als ik het Engelse kanaal oversteek, dan voel ik me thuis. Voor mij voelt dit bijna als homewateren. Fantastische ontvangst hier. We hebben de afgelopen 5 maanden hebben we bijna 90 dagen op zee gezeten. Dus dat is meer dan de helft. Ook een beetje onwerkelijk om hier te zijn. Over 2 weken varen we naar Den Haag. Ik voel me heel erg verheugd. Ik voel me bijna verliefd op alles wat er gebeurt. Ja, het is heel erg bijzonder dat we het 24-uurs record hebben verbroken. We kunnen onszelf de snelste monohull ter wereld noemen. Wij hebben in 24 uur 641 mijl gevaren. Dat is bijna 1100 kilometer. En dat is een zeilersdroom. Er zijn teams die maanden, jaren voorbereidingen treffen om dit record te breken. Voor ons was dit deel van de lek. En hiermee laten we zien aan de wereld dat we een snelle boot hebben. Dat we een machine hebben gebouwd die heel hard kan varen. En dat we ook weten hoe we deze boot hard moeten varen. Dus ik ben echt heel erg gelukkig hiermee. Eigenlijk een beetje onbeschrijfelijk gevoel, zou ik bijna willen zeggen. Ja, we hebben in zeven dagen hebben wij de Atlantische Oceaan overgestoken. Dat was best wel heftig. Veel beuk in de golven. We hebben heel hard gevaren, waardoor je continu vast moet houden. Je verbruikt 2 tot 3 keer meer energie dan als je rustig vaart. Om dan een transitie te maken naar bijna een matchrace. Om continu je competitie in het oog te zien. Dat is echt gaaf. Het is sport. Het is echt een sport. En we hebben niet gewonnen. Wij zijn 5 minuten na Holcim binnengekomen. We hebben niet de punten gepakt, maar we hebben gigantisch veel geleerd. We hebben genoeg om heel dankbaar voor te zijn. En dit nemen we mee naar de volgende leg. Dus de pijn die we nu voelen, dat we niet de winst hebben, die nemen wij absoluut mee naar de volgende leg om gewoon keihard gas te geven. Hey, papa. Oh. Yeah. Yeah. Yeah.